Het zijn van die vragen die onvoorbereid komen, het goed even voelen. Alles komt naar buiten. Dat je opeens hoort van dat het een grote drugsverslaafde is of dat hij in een groot drugskartel zit. Ja, jongens, het eind van het jaar nadert en dat betekent dat het tijd is voor een vooruitblik op het jaar 2022. En met wie kan je dat beter doen dan Nederlands bekendste paragnos, Lisbeth van Dijk. Hallo. Tante Lisbeth. Zo mag ik je noemen, hebben we afgesproken. Dat is toch niet te geloven op mijn leeftijd, tante Lisbeth. Wat jij prettig vindt, Jeroen. Wat voor week heb jij achter de rug? Want er waren wat dingetjes met... Hele hectische week. Ja, er waren wat dingetjes met Pavarotti, geloof ja, ik, hè? Ja, ik zat natuurlijk bij Harry in de uitzending. Ja. En ja, ik hoor opeens de stem van Pavarotti. En iedereen dacht dat ik het had gegoogeld. Ja, op Wikipedia had je dat dan gevonden. Alsof ik niet wist dat hij 20 jaar geleden... Pavarotti in Nederland heeft gehad. Dat weet toch iedereen? Harry heeft gisteren in de uitzending gezegd dat ik toch wel een klein beetje gelijk heb. Maar ik weet niet eens waar het over gaat, dus ik ben benieuwd. 2022. Wat voor jaar gaat dit worden? Ik vind het wel een hele moeilijke vraag, omdat ik erg somber ben, Jeroen. Oh. Ik ben erg somber. Ik vind het heel moeilijk om daar de vinger op te leggen, maar er hangt al bijna 2 jaar, 1,5 jaar iets in de lucht. Ja, dat heet corona. Nou, ik ben blij dat je me dat eventjes... Want wist ik niet. Er hangt weer iets ouderwets in de lucht. Okay. Ik praat met hele jonge mensen als jij. Die zeggen, ja, maar wij zijn daar niet in opgevoed. Dat we niet meer uit mogen. Wij zijn niet opgevoed dat we niet de auto van onze moeder meer mogen lenen. Want die auto is verkocht. Want mijn moeder heeft geen werk meer. Dat zijn we niet gewend. Zullen we wat voorspellingjes doen voor het komende jaar? Vind je dat leuk? Wat voorspellingjes? Vind ik leuk. Okay. Jij bent daar de expert in, toch? Soms. Zelfs daar heb ik nu heel erg veel moeite mee. Okay. Want er hangt iets in de lucht dat het om de seconde anders kan zijn. Ja, daar hangt iets in de lucht volgens mij. Ja. De politiek. Rutte 4. Hoe gaan ze het doen? Ik heb er niet echt veel vertrouwen in. Ik heb zelf het gevoel dat als er weer een nieuw kabinet komt... Ja. Dat weer heel snel uit elkaar valt. In 2022 al? In 2022. En waarom? Waar vallen ze over? Omdat ze... Er hangt zo'n ruziesfeer. In de lucht? In de lucht, bij hen. Ik heb er geen vertrouwen in. Okay. Ik heb geen vertrouwen in een nieuw kabinet. En op welk dossier gaan ze vallen? Maar even de tijd geven om te voelen. Knip het er maar uit. Ik word er eigenlijk heel somber van. Hé, verdikke me. Lijkt of ik alleen maar somber ben. Maar zelfs daar is de hele vertrouwen uit. Mm-hmm. En verdorie, altijd van die moeilijke vragen. En ik wil het altijd zo goed doen als je tegenover me zit. Ze komen er niet uit. André Hazes. Die doet natuurlijk half Nederland de hele tijd, lees ik in de bladen. Wie gaat hij allemaal doen in het nieuwe jaar? André Hazes, wat komt hij als geest terug het hele jaar? Heb je het daarover? Ik bedoel junior. Oh, je bedoelt junior. Ik heb het gevoel dat deze jongen een hele tijd alleen blijft. Even een beetje pas op de plaats. Maar kan je namen noemen welke meiden die allemaal gaat versieren komend jaar? Ja, met wie gaat hij? Even, ik heb maar geen meiden versieren. Gewoon even rustig? Helemaal rustig aan. Ik zie je met een hele rustig soort muziek terugkomen. Een beetje Pavarotti? Een beetje Pavarotti hier. En hoor ik Pavarotti hier nou? Nee, geen Pavarotti. Hoe ver komt Ajax in de Champions League? Hoe krijg ik kippenvel? Dat is vaak ver. Als ik dat voel. Ja, Ajax gaat het goed doen. Maar ja. Meen je dat nou, die kippenvel? Ja, hier, kan je het zien of ben ik oud? Nee, ik krijg kippenvel. Betekent dat er iets, dat het iets goeds wordt. Dat Ajax ver komt. Kwartfinale. Kwartfinale? Ja. Oké, okay. VI. De mannen, René, Wilfred en Johan komen met een dagelijkse show. Ja, ik zie je al een beetje neeschudden. Ja, hoe gaat dat verlopen en wie stapt er eigenlijk het eerst op? Ik zie ze nog niet uitstappen. Deze drie blijven bij elkaar. Voorlopig, zeker nog 2022, dat blijft bij elkaar. Kijk, tenzij er iets met gezondheid gebeurt. Maar nee, dit blijft bij elkaar. Wat vind je van ze eigenlijk? Ja, ach, ik vind niks. Ja, ik proef een beetje... Vind je het vreselijk? Nou, ze is altijd heel gemeen over mij. Oh ja. En weet je ook dat... Ja, dat je een keer dronken was, geloof ik. Maar ik ben nooit dronken geweest bij ze. Ik ben natuurlijk een beetje...
En natuurlijk een beetje druk en een beetje opvallend. Dus dat van die saaie mannen denken dan van dat mensen dronken. Laat ze het lekker denken, kan mij het schelen. Leeuw Kleine en Jamie Faas. Blijven die bij elkaar Leeuw in het nieuwe jaar? Leeuw Kleine en Jamie Faas. Ken je die? Tuurlijk ken ik Leeuw Kleine en Jamie Faas. Weet je, het zijn van die vragen die onvoorbereid komen, dus goed even voelen. Ja, ja, ja. Nee, maar neem je tijd. Nee, 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 nee. Dat zie ik niet bij elkaar. Nee. Oké. Okay. Het voelt niet goed. Nee. Je gaat er ook een beetje bij waggelen? Nou, omdat ik tegelijkertijd zit te denken, dat moet ik natuurlijk nooit doen. Ik pak mijn autoriteit en ik zeg nee, niet bij elkaar. Ik heb het gevoel dat zij opeens met iemand anders komt en hij ook. Vorig jaar zaten we hier ook, of waren we hier ook. En toen ging het om dit jaar. En toen, oh, de open haard gaat er spontaan van uit. Zo ziet u, het is een hele echte haard. Wat is dit raar. Dan? Is wel raar. Ja, dit is raar. Maar is dit een teken? Wilde jij iets gemeens vragen? Dat opeens de open haard uitgaat. Ik wilde wel iets gemeens vragen, nou, ja. En de kosmos zegt, licht uit, mag niet. Ja, wat briljant is. De kosmos, het is gewoon een gashaard, hè? Oh ja. Link je dat dan gelijk met elkaar? Nee. Jou zo eerlijk zijn, Liesbeth. Zo link? Zweverig ben ik niet. Maar... Oh, je bent niet zweverig? Nee, ik ben niet zweverig, maar ik vond het wel heel bijzonder. Jij... Vorig jaar, even een klein terugblikje, toen voorspelde jij in zo'n item als dit, er komt een gigantische ramp op ons af in 2021 en het heeft iets met de gewassen te maken. Ik heb het gevoel dat er een soort bacterie, en die is heel griezig, die ik nu zie, op onze gewassen gaan komen. Toen sprak ik een fruitteler. En die zei tegen mij dat er een bacterie zit op de bananen en tomaten, ja, en sinaasappels. Een hele zware bacterie. En dat ze... Ik heb er niks over gelezen. Nee, ik kan hem even bellen, die man. Het lijkt niet of ik mezelf zit te verdedigen, maar ik heb er geen zin in. Wat zijn nou jouw eigen voorspellingen over het komende jaar dat je zegt, let daar eens op, Jeroen? Nou, wacht even. Oh, wat gebeurt er? Nee, omdat ik... Wacht even, ik moet even... Want weet je wat het is? Even invoelen of zo? Zoveel door me heen dat ik niet eens weet wat ik moet beetpakken. Als ik dat dan zeg, hoor ik jou zeggen, ja, dat kan iedereen wel zeggen. Dus je bent ook zo streng voor mij. Iets in het koningshuis gaat er gebeuren. Ja, dat kan iedereen wel zeggen. Ja, niet zo dat je dat zou zeggen. Dat heb ik wel voor 2022. Heel veel schandalen. Grote schandalen die naar buiten komen. Alsof nu al die bekende Nederlanders het allemaal zwaar te verduren krijgen. Ook in 2022. Alles komt naar buiten. Dat je opeens hoort van dat het een grote drugsverslaafde is. Of dat hij in een groot drugskartel zit. Of dat hij al jarenlang zware belasting ontduikt. Er komen heel veel schandalen in 2022. Hey, dankjewel.